140 en een 96 finish. Ineens die leg van Hoenslaafwet snoepen. Nog altijd niets aan de hand natuurlijk. Het was de leg die Lechmeister zelf was begonnen. Maar ja, er waren toch kansen voor Hoenslaar. 55. One hundred. 45. Sixty. Ja, en dan is daar ineens de goede score van Lechmeister. En dan komt Hoenslaar zo langzamerhand toch een beetje in de problemen. Dat ze maar niet van die Lechmeister verlost raakt. Ze gooit niet voldoende trippels, Hoenslaar. En als Lechmeister dat dan wel doet, dan krijg je een probleem uiteindelijk. 58. Ze moet hem nu goed wegzetten, Hoenslaar. Het is haar leg. Als ze hem afgeeft, dan is de achterstand 3-1. En het is maar een best of 7. Dan gaat het niet makkelijk worden. Maar dit ziet er ook allemaal niet goed uit. Het hoofdschudden hoort daar een beetje 40. Bij. Geen finish over. Lechmeister krijgt 6 darts voor 88. Dat is de triple 20. Dubbel 14 ook nog. De dubbel 14 niet. Maar ze mag er zo dadelijk nog wel een keertje voor terugkomen. Nou is als eerste op een dubbel staan in deze partij tot nu toe absoluut geen zekerheid. Als je die ook die leg wint. 33. Maar ja. Lechmeister. Dubbel 14. Nog eentje. Nou, no dit score. Zal toch ook een beetje te maken Francis hebben met de nervositeit van een debuut. Hoenslaar heeft het eerste triple te pakken. Ze heeft er nog eentje nodig voor dubbel 10 en die vindt ze niet. En dan is ze afhankelijk van nog drie missers van deze Duitse. Dubbel 14. Ze heeft heel veel problemen in deze partij om de dubbels te vinden, Lechmeister. Kan ze de dubbel 14 pakken? Ja, die pakt ze dan uiteindelijk wel. Het heeft 7 darts geduurd. Monique Lechmeister. Ja, het publiek wordt er een beetje stil van hier in Egmond aan Zee. Wie had er rekening gehouden met het feit dat deze Monique Lechmeister, debutante uit Zembach in Rijnland-Pfalz in Duitsland, het deze Francis Hoenslaar, die vorige week nog zich liet kronen tot Winmar World Master, het moeilijk zou kunnen maken. 99. Er was helemaal niemand te vinden die dacht dat Lechmeister zou winnen misschien wel. Ja, zijzelf. Hij heeft er misschien van gedroomd. 41. Maar goed, een voorsprong nemen is één. Een wedstrijd afmaken is nog altijd een ander verhaal. 60. Dat zijn de darts van Lechmeister. 100. Die nog maar een keer een score van 100 laat noteren. Kijk, Hoenslaar wint het wel in de categorie 100. 9 om 3. Maar als het gaat om de categorie 140, daar pakt Lechmeister het verschil. Dit is wel de eerste 180 voor Hoenslaar. Misschien dat dat haar dan op het juiste pad brengt. 55. Dat is wel een goed moment hoor. Mooi gekozen. 62 voor Hoenslaar. Die pakt een 10. 12 en tops. Jawel, 12 gegooid. Tops. Nou, een keer met de eerste dart erin. Dat had 22. Lekker geweest, maar hij valt niet. Monique, you require 145. En dan is het aan Lechmeister. Die
hier toch een beetje een potje van maakt. Hoensela dan voor tops. Nog twee in de hand. Nog eentje voor dubbel 10. Oeh, en die Lesmeister die staat op een goede finish hoor. En Hoensela mist nog een keer. En dan mag Monique Lesmeister, 21 jaar uit Duitsland, aanleggen voor de wedstrijd. Die begint op triple 19 op 100. Dat is heel apart. Laten we het voorzichtig zeggen. En die gooit er 60 om tops over te laten. Bizarre wijze dat ze dat doet. En Hoensela zegt dankjewel. Ik heb geen idee waar Lesmeister mee bezig was. Sick flag, it's Francis to throw first. Game on. Op 100 voor de 19 gaan is zeer bijzonder. Dat betekent dat Hoensela de vorige leg heeft overleefd. De leg die Lesmeister was begonnen. De leg die Lesmeister de overwinning had kunnen brengen. Deze leg mag Hoensela zelf beginnen. Ze moeten natuurlijk nog wel winnen. 40. Ik moet zeggen, die Lesmeister maakt best een aardig indruk voor een debutante. Hoensela heeft dan eindelijk het gas misschien wel gevonden, het gaspedaal dan. Goede scores in deze leg zorgen ervoor dat ze na 9 darts op 159 staat. 54. Rustig, ja, zoals het hoort, richting een dubbel gaat. 86. En natuurlijk zal ze nog altijd niet tevreden zijn. Maar als je na afloop van deze partij 100. Toch als overwinnaar van het podium mag stappen, denk ik dat je tevreden mag zijn. Hoensela, 19, 14 en tops voor 3-3. 33. Dat nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Drie darts voor tops. 40. En 3-3. Nog twee voor dubbel 10. Ja, ze moet wel richting die dubbel 10. Lesmeister staat op een goede finish. En Hoensela neemt even de tijd. Gaat ervoor staan en gooit die dubbel 10. Ja, en dan zou je zeggen, gaat nu de ervaring pas echt spreken. Lesmeister, oeh ja, veel te gehaast. Die wilde al voordat de scheidsrechter eigenlijk het aankondigde al richting die boel gooien. En dit is echt een mijl te ver. En dit gaat Hoensela absoluut winnen. Jawel. It's the second dart. En dat betekent dat Hoensela de zevende en laatste leg gaat mogen beginnen. Het is de zevende en laatste leg in een vreemde partij. Een partij waarin ongelooflijk veel dubbels zijn gemist door beide dames. Het is Lesmeister geweest die in het begin kon profiteren. Ze nam een 3-1 voorsprong. Ze kreeg zelfs een kans op een finish van 100 om de partij te winnen. Dat lukte niet. Daarna is Hoensela wat beter gaan spelen. En heeft ze het initiatief gepakt. En gaan de scores nu ook beduidend beter bij Hoensela. 121 en 140. De laatste twee legs zijn in orde van de Rotterdamse. En ook hier weer pop pop. Twee trippels gevonden. 121. Dan is ze ongetwijfeld weer niet tevreden perfectioniste als ze is met die laatste dart. Maar is deze leg toch wel duidelijk 45. Voor de ervaren dame. Triple 19 zoeken. Niet vinden is niet erg. Triple 20 en tops. Dat is weer een slippertje. Daar heeft ze er dan toch wel wat veel van. 77. En dat is ook hetgeen waar ze aan zal moeten werken. Maar na 12 darts op 42 staan in een leg die je zelf mag beginnen. Dat is bijna altijd winnen. Lesmeister heeft goed gespeeld in deze wedstrijd. Heeft kansen gehad om te winnen. Maar het zal waarschijnlijk de Hoensela zijn die de overwinning gaat pakken. Dubbel 16. Nog één dart in deze beurt. En als het in deze beurt niet lukt, dan mag je nog een keer terugkomen.
En dan mag je met drie darts in de hand richting die dubbel 16 om de overwinning te pakken. En in de volgende ronde aan te mogen treden. De halve finale, nog één pijl, maar het is weer niet de dubbel die geraakt wordt. Ja, Leshmeister staat nog op een verschrikkelijk hoge finish, maar de eerste triple zit erin. De tweede ook, dubbel 16. Oh, dit zou een sensatie zijn als Leshmeister hier 152 uitgooit. Voor de wedstrijd. Neemt ze te lang de tijd? Ze neemt te lang de tijd. Dat is jammer. Het had een ongelofelijke, mooie finish geweest. Hoe geschokt is Hoenselaar daarvan geraakt? Dubbel 8. Nog twee darts. Ja, Hoenselaar pakt hem. Het heeft heel veel moeite gekost. Leshmeister, de Duitse, heeft één matchdart gehad om Hoenselaar uit te schakelen. Die was niet aan haar besteed. En dus is het Francis Hoenselaar die de halve finale inloopt. Ten koste van Monique Leshmeister. Monique produced a tremendous television debut. Come on, put your hands together. Monique Leshmeister. Ladies and gentlemen, she's on her way to another title. Come on, put your hands together. Francis Hoenselaar. The average is Monique 22.54, Francis 23.39.